In de kwartfinale van de Toto KNVB-beker troffen de Arnhemmers Excelsior. Hartelijk welkom vanuit Rotterdam, waar er heel hard is gewerkt om deze wedstrijd mogelijk te maken. En gelukkig kan er dus gevoetbald worden. Vuurwerk om deze bekeravond te beginnen. Hier is Tanane met zijn eerste actie. Krijgt de bal niet goed voor het doel. Het werd verdedigd. Krijgt daarbij ook een tik trouwens. Oh, zo, ja. Ik zou niet verbaasd zijn als hij rood vervolgt, maar het volgt niet. Tanane, Broja, volgende kans, redding Dame. Vitesse is goed aan deze wedstrijd begonnen. Met heel veel druk naar voren. Volgende kans voor Vitesse, er ligt in het midden, ligt iemand. Het blijft bij een corner. Rasmussen krijgt geen kans om te koppen, Manhoef wel om te schieten. Dat is voor Dame. Bruns vraagt al een tijdje om de bal. Zoch, Bazour, weer een prachtige paas, nu op Broja. Voorzet is goed op Openda, die stapt over en hij valt even. Leek het heel goed voor Bruns, maar er was al net een blok. Ja, hand omhoog, wisselen zelfs. Loekie wint van Zwart. Controle is goed bij Vroeg. Paasje op Broja is goed. Beste kans voor Vitesse is hier. Broja schiet hem keihard op de paal. Goed balletje hoor van Vroeg, heerlijk gegeven. Hij kijkt en kiest de korte hoek, maar vindt hij net niet. Vroeg. Openda, het schot is wel aardig. En die bal die is nog listig ook. Schot van Tanane vanaf een plek. En ook niet zo hard dat je denkt, nou dat moet toch wel kunnen. Maar het is een beetje de lastigste redding die Dame vandaag nog heeft moeten verrichten. Wij trappen ze voor Bazour. Je ziet Openda gaan. En hij krijgt de bal er ook. Openda. Kan er zelf niet meer schieten. Krijgt hem voor. En daar is het doelpunt van Broja. Mooi uitgespeeld. Bazour viert zijn eigen feestje. Ja, nou, hij zoekt de Tanane. Bazour legt hem neer. Kijkt snel en speelt snel. Bal nog niet helemaal stil trouwens. Maar goed, het mag door. En Openda doet het heel goed. Broja komt voor zijn man. Dit is niet goed verdedigd. De bal. Ja. Hij moet opnieuw worden genomen. De bal lag niet stil. Ja, het is echt ongelooflijk. Vitesse blijft maar aandringen. Weer een diepe corner. De bal wordt teruggekopt en nu zit hij erin. Zit hij erin? Nee, de assistent scheidsrechter is de man die daar nu over gaat. Want die stond keurig op één lijn. En die zegt nee, die was er niet in zijn geheel overheen. Even wachten. Er wordt natuurlijk aangegeven. Daar is de kopbal. En de redding. Openda, die schiet hem erin. Het is 1-0 voor Vitesse in de 91ste minuut. Ze hebben er ook 90 minuten lang voor moeten knokken. En natuurlijk is het verdiend, want natuurlijk heeft Vitesse veel beter gevoetbald en veel meer gecreëerd. Vitesse gaat naar de halve finale van de KNVB-beker. It was a typical cup fight. I saw now on video after 40 seconds a clear red card. Then the first 20 minutes we had no control because they did it really well on the artificial pitch and we had some problems. After putting Bazour in the midfield, it was much better. We started controlling the game, but at the end we had our chances. The shot on the post of Armando Broja and some other situations. Yeah, and then in the second half, it went on like this, but they were always dangerous. They were really good in transition, so you never know in a cup game. And yeah, also when I saw then the first goal of us, yeah, in my opinion, it's also a regular goal, but we have to accept, and therefore it's, yeah, it's really nice to score in minute 92, I think, and yeah, congrats to the team. It was really not an easy game. We played against a good team, but yeah, we go with the qualification, so it's good. And now, the semi-finals right now, what do you expect? Maybe we can play against NEC, yeah, it's possible, good derby, and then we will see.